Dit is de cardio gedeelte. Hier hebben ze de groepslessen. Een hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar Jana TV. Wij zijn nu richting Surya om wat te gaan eten. En vandaag is de allereerste dag dat wij naar een andere gym gaan. We gaan Celebrity Fitness heel erg missen, maar we hebben een andere gym gevonden. Oorspronkelijk Peak Fitness. Maar we zijn toch in de tussentijd nog even verder gaan kijken, mocht er toch wat beter zijn. We hebben eentje gevonden die eventueel beter kan zijn. En daar kun je een gratis dagpasje voor krijgen. Dus daar gaan we dus ook naartoe. Het heet Clark Hatch. Ja. Clark Hatch Fitness. En het is een fitness met spa en zwembad, tennisbaan en dergelijke. Het zag er best wel goed uit. Maar we zijn er nog niet geweest, dus dat gaan we vandaag even doen. Gewoon een dagpasje en anders gaan we gewoon naar Peak Fitness. Maar eerst eten. Ja. We zijn nu onderweg richting Clark Hatch. En ik heb even mijn Google Maps erbij gepakt. Het grappige is dat het eigenlijk gewoon in de buurt is van Peak Fitness. Dus stel dat het helemaal niks wordt, kunnen we gewoon doorlopen. Dit is dan het straatje waar we zo in moeten voor Clark Hatch. En Peak Fitness is daar. Dus we shall see. We zijn net langs een appartementencomplex, de receptie, binnen geweest. We dachten misschien is het in dat appartementencomplex. Toen hadden we aangegeven dat we op zoek waren naar Clark Hatch Fitness. En zij waren verbaasd, want er is geen fitness in de buurt. Er was wel een fitnesscentra tegenover, maar dat is 2 jaar terug. Dus op een gegeven moment hadden wij zoiets van, oh, misschien is het gewoon een oude fitnesscenter die er ooit was en die nu is afgebouwd omdat er een hele nieuwe appartementencomplex is gebouwd. Dus waarschijnlijk bestaat het ook niet meer. Heel raar, want de website is nog wel actief. Het nummer doet het alleen niet. Want we hebben al geprobeerd te bellen. Maar we gaan denk ik gewoon door naar Peak Fitness, want dat is gelukkig wel in de buurt. Oké, we zijn nu dus bij Peak Fitness aangekomen. En het enige wat we nu moeten doen, want we hebben dat nog niet gedaan, is onze 30-day trial membership online aanvragen. En dat moet online gebeuren, want het is een soort van deal. Dus dat doen we nu even hier gelijk ter plekke en dan gaan we dat gelijk inleveren. Maar dit is dan de gym. Ik ga zo wel even een goede rondleiding geven. Maar dit wordt onze nieuwe gym. Het is lekker rustig. Alright, onze nieuwe tweede huis. We zijn er. Ik ga even een korte tour geven. Ik ben nu in de ladies omkleedruimte waar ook de toiletten zijn. Het is aan de luxe kant, ik vind het netjes. Je hebt de douches, allemaal met deur. Nette sauna. Je kan je handjes wassen en dergelijke. Je hebt de kleedkamers. Deze kleedkamers werken allemaal op nummerlocks. Hier kun je haar drogen. Als je warm of koud water wil, hebben we hier een water dispenser. Eventueel kun je daar nog omkleden als je niet comfortabel bent met het feit dat je naakt wil rondlopen. Dit is de cardio gedeelte. Hier hebben ze de groepslessen. Zoals je kan zien, een hele grote ruimte voor groepslessen. Het is niet heel groot, dus wel groot genoeg. Hier zijn alle lifting equipment. Nee, eigenlijk gewoon kracht. Angel zit hier, heeft lekker te wachten op mij. Ja, hier kun je dus allemaal kracht trainen, smithmachine en dumbbell racks. Met in het midden nog andere equipment. En daar de free training area. En dat is het eigenlijk. Het is klein, compact, maar ze
We hebben wel genoeg om mee te kunnen trainen. Het is lekker rustig, schoon. Good enough. Hey, you ready? Vandaag doen we? Let's go. Eten en ze deelden net samples uit, want dat doen ze hier trouwens heel vaak, samples uitdelen. En Angel is de sample lover, ik ook er. Ze is expres zo stil gaan staan, heel langzaam gaan lopen langs die man. En toen heeft hij zijn sample gekregen. Lekker. Ja? Wow. Wow. Limburg Goed? Ja. We hebben net boodschapjes gedaan en we wachten nu op de bus. We staan onder een afdakje, want het is keihard aan het regenen. Wat bijna gewoontjes is hier. Af en toe dan regent het keihard en dan is het weer een week lang mooi en zonnig. Dan regent het weer keihard en dan is het weer zonnig. Maar we zijn het allemaal een beetje gewend en het chillen is dat het gewoon warm blijft. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Maar we gaan lekker naar huis. Ik heb exotische fruit gekocht. Ik denk dat ik daar een filmpje van ga maken voor Jana VB. Lijkt me wel leuk om dat te laten zien. Lekker thuis op de bank. Ik ben nu vlogs aan het editen. Angel is lekker aan het koken, want we gaan toch maar niet meer naar buiten. We hebben nog wat eten thuis, dus dan gaan we dat maar even snacken. Zeg eens hallo, bebé. Hallo. En vervolgens hebben wij Creed gisteren ook weer niet afgekeken, want we zijn in slaap gevallen. Dus dat gaan we hier, nadat ik klaar ben met de vlog en nadat we klaar zijn met eten, dan gaan we Creed kijken. En hopelijk kijken we vanavond af. Dat doen we trouwens wel echt vaker, hè, babe? We kijken films nooit meer af. Ja, we vallen altijd in slaap. Ja, we beginnen te laat. Ja, we beginnen altijd te laat. Verder is het eigenlijk een rustig dagje. Ik ben heel erg tevreden met Peak Fitness, dus... ik ben weer gerustgesteld, want het was altijd weer even stressen. Want we dachten allemaal van, Celebrity Fitness is de beste, ik krijg niks meer beter, blablabla. Maar Peak Fitness is gelukkig ook heel goed. Morgen weer gymmen. En what else? Morgen niet zo heel veel boeiend weer, hè? Of wel? Sorry? Wat gaan we morgen doen? Gymmen alleen. Ik wil weer wat leuks doen.
Kom, we gaan naar die helikopterplatform. Oké. We zien wel. Er is namelijk een helikopterplatform dat overdag een helikopterplatform is. En dan in de avond dan wordt het een lounge slash bar slash lounge slash lounge. Anyways. Ik ga de vlog afsluiten. Ik wil jullie allemaal een hele fijne dag wensen. En tot de volgende vlog. Bye guys.